Welkom bij de behandeling van Marcus 10. Ik lees zometeen vers 39. We vallen midden in een gesprek tussen Jacobus en Johannes, twee broers die aan Jezus vragen of ze de belangrijkste plaatsen naast hem en zijn koninkrijk mogen hebben. En dan vraagt Jezus of ze zijn beker kunnen drinken en zijn, met zijn doop gedoopt worden die hij moet ondergaan. En dan komt het volgende antwoord, de volgende tekst, Marcus 10 vers 39. De broers geven dan antwoord. Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Tot zover eerst. Komt nog een vers achteraan. Dat doe ik een volgende keer, met een beetje geluk. De vraag die Jezus stelt van kunnen jullie dat, die lijkt een retorische vraag. Terwijl die hoef je niet beantwoorden, want je weet het antwoord al. Nee, natuurlijk niet. Is niet te doen. Wie kan nou doen wat Jezus deed? Wie kan een vlekkeloos offer zijn voor de schuld van de hele wereld? Wie kan zo het lijden op zich nemen? Niet alleen lichamelijk, fysiek, maar ook mentaal en geestelijk. Dat je complete afscheiding van God krijgt. Nou, niemand. Er is niemand als Jezus. Zo simpel is dat. Hij is volstrekt uniek in de geschiedenis. En Jacobus en Johannes mogen prima mannen zijn, maar die komen zelfs niet in de buurt van Jezus van Nazareth. Maar zij denken van wel. Zij denken, het is een vraag die Jezus aan ons stelde. We geven daar antwoord op. Ja, wij kunnen dat. Misschien dat ze veel te oppervlakkig overdenken. Misschien denken ze, nou ja, het is gewoon, het gaat tegenzitten. Nou, dat zijn hordes op weg naar Gods glorie en Gods koninkrijk. Dus je moet er wat voor over hebben. Niet zeuren, doorzetten. Een van de commentatoren schreef, ze hebben geen begrip. Maar moed genoeg en loyaliteit. En dat is dan ook alweer waar, denk ik, ja. Zo kun je kunt het heel erg vanuit egoïsme bekijken, dit hele verhaal van Johannes en Jacobus. Maar er zit ook moed in, er zit ook loyaliteit in ten opzichte van Jezus. Misschien wel te veel zelfvertrouwen, zou nog kunnen. Staat er allemaal niet. Nou ja zeg, ze zeggen er ja op. En wat doet Jezus dan? Lacht u een vierkant uit in hun gezicht, wat haal je in je hoofd? Nou, dit is misschien nog wel het meest verrassende van dit hele Bijbelgedeelte. Jezus neemt hun antwoord over. En hij geeft daar een draai aan die ze nou nog niet kunnen snappen, maar die ze later dubbel en dwars snappen. Ik denk dat ze later misschien wel gedacht hebben, ach mensenkinderen, we hadden het toen echt niet door hoe het werkte. Maar nu begint het ons te dagen. Dit is de manier waarop Jezus het bedoelt. Jezus ontkent het niet. Jezus bestraft hun niet. Hij neemt hun antwoord over en hij bevestigt hun antwoord. Hij zegt, jullie zullen inderdaad de beker drinken die ik moet drinken, zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Waar heeft hij het dan over? Nou, eerst maar eens over die beker. In het vorige filmpje heb ik ook uitgelegd dat dat staat voor het oordeel en voor de straf van God over de kwaadaardigheid en het egoïsme van mensen. Maar hier staat het voor nog een heleboel meer dingen. Sommige heel positief, sommige heel erg in de sfeer van het lijden. Ik noem eerst maar eens wat mij dan opvalt. Hè. Ik noem eerst maar eens de derde beker van de Pesachviering. Jezus en zijn leerlingen vieren de Pesachmaaltijd op de 14e Nisan, zoals het hoort, met een geslacht paaslam. En bij, er gaan vier bekers, worden vier bekers gedronken, of vier keer wordt er uit de beker gedronken. En bij de derde keer laat Jezus zijn eigen beker rondgaan, met wijn die met water vermengd is. En hij zegt, dit is de beker, dit is het bloed van het nieuwe verbond, of het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt. En dan drinken ze inderdaad de beker van Jezus. Later, dat is er nog een laag van vervulling, hebben ze het waarschijnlijk vele malen, of misschien maar kort, gedaan in nagedachtenis van Jezus. Want het is een opdracht die Jezus geeft, doe dit om aan mij te denken. En in de gemeente van Jezus is dat altijd in allerlei vormen ook zo gebleven. Voortdurend wordt er brood en wijn, brood gegeten en wijn gedronken ter gedachtenis van Jezus, in allerlei varianten. En dat hebben Johannes en Jacobus ongetwijfeld ook gedaan. En dan is er nog een toezegging die Jezus in een van de evangeliën doet van, we drinken nu van de vrucht van de wijnstok, zoals dat heet, wijn. Dat gaat voor mij hiermee ook de laatste keer eerst worden, totdat ik hem met jullie nieuw zal drinken in mijn koninkrijk of in het koninkrijk van God. Er komt dus nog een beker langs, straks voor Jacobus en Johannes. En uiteindelijk, als je dan terugkeert naar de essentie van deze tekst, op dit moment, hier in deze context, ze zullen delen in zijn lijden. Ze zullen aan den lijve weten wat het is
om te moeten lijden voor deze route van offer en verzoening die Jezus gaat. En dat begint al op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt en ze allemaal de benen moeten nemen. Ze doodsbenauwd zijn en zich opsluiten voor de Romeinse overheid. De verbazingwekkende getuigenissen horen van de Heer die opstaat en hem ontmoeten. Nou ja, dat is natuurlijk heel vreugdevol. Vervolgens komt er een gemeente, een kerk van Jezus tot stand, die meteen vervolgd wordt. Waar onmiddellijk de overheid van Israël, niet het volk, maar de overheid, zich heel erg tegen verzet. En Jacobus is dan een van de eerste martelaren. Die wordt door Herodes Antipas, een moorddorstige viervorst van Pirea en Galilea, ter dood gebracht. En dat bevalt hem, want hij wil daarna nog een stuk of wat lui ter dood brengen, onder andere Petrus. Dat komt er dan niet van, want hij sterft zelf voor die tijd. Zo gaat dat met de grote dictators, die vallen om op het moment dat ze totaal niet uitkomt en dat ze totaal niet verwachten. Maar Jacobus is dus wel de weg van het lijden gegaan, is als martelaar gestorven voor Jezus. Johannes, nou daar is al wat gedoe over, hoe dat precies zit. Ik hou me maar aan, stel oude overleveringen die zeggen dat Johannes op hoge leeftijd uiteindelijk overleden is als bisschop van Efeze, als overste voorganger zeg maar, van Efeze en een aantal gemeenten in de omstreken van Efeze. Maar dat hij, daar zijn ook oude overleveringen over, dat hij in zijn leven gemarteld is in Rome met kokende olie. En dat hij de marteling van Patmos heeft moeten overleven, waarschijnlijk in een van de mijnen van de keizer. Patmos, waar hij dan in opdracht van Christus het boek Openbaring schrijft. Daar is ook heel veel commentaar over van theologen die vinden dat net even anders is, of een andere persoon is, of misschien helemaal niet duidelijk is. Dat geloof ik allemaal direct. Ik hou dit als lijn van uitleg aan en dat maakt een heleboel dingen duidelijk. Allebei dus. Allebei op een of andere manier meegemaakt dat ze het lijden van Christus, zoals Paulus het later schrijft, in hun eigen lijf ronddragen. Omdat ze vervolgd worden om zijn naam. De beker van Jezus is ook de beker van Jacobus en Johannes. Dat weten ze op dat moment nog niet wat dat inhoudt. Maar later snappen ze het. En later snappen ze dit woord ook als ze terugkijken. Als ze verlicht worden door de geest van God die hun dat duidelijk maakt. Ze zullen met Jezus doop gedoopt worden. Ja, ze zullen het lijden meemaken. Ze zullen het lijden om Jezus wil meemaken. Overspoeld worden door dodelijke vijandige machten, maar niet overweldigd worden omdat Jezus overwinnaar is. Paulus' latere dooptheologie lijkt hierop gebaseerd te zijn, op deze gedachten die hier beginnen te komen. Ik noem nog een voorbeeld. Het voorbeeld van de bloeddoop vind ik altijd heel erg indringend. Er zijn mensen van de vroege kerk geweest die al wel hun geloof in Jezus herkenden en erkenden en beleden, maar nog niet gedoopt waren, in water gedoopt waren. En intussen tijd gevangen werden genomen en vermoord werden of gemarteld werden en gedood. Die golden als gedoopten, want die waren namelijk in hun eigen bloed gedoopt. Dat is een buitengewoon eervol iets om als christen om te horen. Niet een aantrekkelijk iets, maar wel een eervol iets. Ook dat geldt als delen in de doop van Jezus. Dus wat gebeurt hier nou eigenlijk? De broers die gaan voor de glorie. En Jezus heeft het net gehad over het lijden. En dan vraagt hij, kunnen jullie dat ook? En dan zeggen ze ja. En dan zegt Jezus, jazeker. Je zult het meemaken. Hij neemt hen mee in zijn weg van het lijden. Jezus' weg wordt hun weg. Jezus' lot wordt hun lot. Jezus zegt zelf, als dit al aan de meester gebeurt, wat denk je wat er aan de dienaren gebeurt? Ja, hetzelfde. Het lijden is hetzelfde. Natuurlijk niet de plaatsvervanging, want dat kan alleen Jezus doen. Maar wel het meedragen van het lijden van Jezus. En zo zijn ze verkondigers en getuigen geworden later. Van die gekruisigde en opgestaande Jezus Christus. De koningknecht. En zijn ze dienaars geweest van Jezus. En van mensen. Indrukwekkend hoe zo'n geschiedenis door Jezus omgebogen wordt naar de route van God. En de mannen gaan daarin mee uiteindelijk. Tot zover. Het is nog niet helemaal klaar, want er is nog één vers. Ik heb dus doormidden gebroken, zo ongeveer. Er komt nog een stukje achteraan met een beetje geluk. Mogelijk zie je dat dan ook. En anders even goede vrienden en God zegen toegewenst.